De burgervader van Ikeri, Wit Prakash Julum Singh, heeft het bureau Genderaangelegenheden, BGA, gevraagd intensiever gebruik te maken van social media om informatie te delen en in contact te staan met personen die gebukt gaan onder huiselijk geweld. Dit kwam naar voren tijdens een werkbezoek van het bureau aan het district Ikeri. Tijdens het onderhoud met de burgervader zijn er voorstellen gedaan over de wijze waarop de samenwerking met BGA Ikeri versterkt zou kunnen worden. Ook zei de DC dat via social media de diensten van de BGA belicht zouden kunnen worden, waardoor de toegankelijkheid tot het begeleiden makkelijker is. Hij achtte het noodzakelijk om hierover te brainstormen en na te gaan hoe andere ministeries hierbij betrokken zouden kunnen worden. Voort zou het mogelijk moeten zijn om een deskundige in te zetten om verwarring binnen de werkzaamheden te voorkomen. Als we het hebben over de vrouwen van het platteland, moeten we eerst kijken naar de leef- en woongewoonten van deze groep, zei Julum Singh. Want die vrouwen gaan niet makkelijk uit huis of krijgen niet de gelegenheid daartoe. Binnenshuis en wel via het internet hebben ze volgens de burgervader wel de mogelijkheid hun problemen naar buiten te krijgen. Dat kan onder meer via hun smartphone.